nog hier. Hangende oogleden. Ik heb er een bepaald beeld bij, zo'n droopy figuur die dan hele hangende dingen hier heeft. Maar wat is het precies? Nou ja, hangende oogleden, je legt het eigenlijk hartstikke goed uit. Okay. En hangende oogleden kan inderdaad de onderste, hè, de onderste oogleden. Dus ja. Dat begint met rimpels en als die rimpels te veel worden, dan worden het echt van die huidzakjes. Ja. En dat heb je natuurlijk hier, heb je dat ook. Oh ja, deze. Ja, tuurlijk. Ja. Ja, en dat zien de meeste vrouwen ergeren zich aan, dus dat die mascara net op dat randje gaat zitten en dat er zo'n lijntje begint te komen. En dan komen ze bij mij. Okay, daar krijg ik ook last van. Welke leeftijd begint dat normaal? Nou, hoe oud ben je? 30. Okay. Ja. Nee, maar dat zie je dus. Maar hangende oogleden, want ik neem aan dat je volgende vraag is wat kan je eraan doen? Wat kan ik eraan doen, ja. Nou, wij doen nu op dit moment, doen wij geen plastische chirurgie. Dus wij mm-hmm. werken niet met chirurgische ingrepen. Nee. Maar wat we nu hebben is eigenlijk een ooglidcorrectie zonder snijden. En dat betekent dus dat je met de plexer eigenlijk hele goede resultaten kan bereiken. Okay. En plexer is een apparaat waarmee je eigenlijk kleine bliksemflitsjes op de huid loslaat. En dat zorgt ervoor dat die huid zich gaat samentrekken. Oké. Okay. En ja. Maar hoe, want de huid trekt samen, hoe moet ik mij dat dan voorstellen? Ik krijg minder huid dan? Of hoe? Nou ja, je gaat eigenlijk, die huid krimpt. Ja. En net zoals was, wat je te heet wast, dat gaat ook krimpen. Ja, oké. Okay. Dan is er natuurlijk nog net zoveel stof, maar het is allemaal veel meer compacter geworden. Oké. Okay. Ja, en dat heeft ook bijvoorbeeld weer, waardoor die huid weer minder doorschijnend wordt. Dus wat voor die donkere kringen weer heel ook handig is. Ja. Oké, en dat kan zowel onder als boven? Precies. Het is uitstekend omdat daar juist die huid hartstikke dun is. En daardoor kan dat veel beter samentrekken dan bijvoorbeeld als je dat bijvoorbeeld hier met zou de hals, doen. Ja? Of zo wat kunnen we verwachten? Of wat kan iemand verwachten die dit doet? Nou ja, feit is vanuit met een ooglidcorrectie zonder snijden, dus de plexerbehandeling, is gewoon de tevredenheid is hoog. Okay. Het is natuurlijk niet een plastisch chirurgische ingreep, maar je hebt ongeveer 50-60% van de teveel aan huid gaat weg. Gaat weg. Okay. En wat wel belangrijk is dat je even moet realiseren, is dat wel de hersteltijd gewoon wel echt wel een week is om de huid te laten herstellen en dat je ook wat last hebt van roodheid. Oké, okay, en kan het bij iedereen of zijn er echt mensen die het te extreem hebben en waar je plastische... Nou, ik moet hier eerlijk zijn, ik zeg het altijd als mensen echt te veel hebben, daar kan je ook met een plastische ingreep doen. Er zijn een aantal mensen die dan zeiden van nee, dat wil ik absoluut niet. Ja. En dan was het resultaat eigenlijk best wel, dat ik zag, het is wel goed. Goed alleen gelukt. Dan willen die mensen dat ze gewoon weer gewoon kunnen kijken. Dus dat ze gewoon weer... Nog niet zeer zo cosmetisch, maar dat het gewoon... Precies, inderdaad. Ja. Maar die vrouwen die allemaal met dat lijntje, die kan je hartstikke goed behandelen. Oké. Okay. Ja. Zal ik de samenvattingen proberen te doen? Is goed. Ja? Hangende oogleden kunnen dus zowel onder als boven de ogen zijn. En je kan het heel goed behandelen met de plexen. Precies. Klopt, plexen. En dat zijn kleine bliksemschichtjes eigenlijk die ervoor zorgen dat je huid weer compacter wordt. Dus dat alles weer net wat strakker eruit gaat zien. En zeker voor mensen die dus geen plastische chirurgie willen doen, is dit echt een een heel goed alternatief. Absoluut. Nou ja, duidelijk. Dankjewel. Alsjeblieft.